Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Vraag Vakantie Vincent. Deze keer een e-mail van Laurens M. uit België. Hallo Vakantie Vincent, ik zag jouw filmpje op YouTube en dacht meteen, wat een goed idee zeg deze rubriek. Oh ja joh, dacht je dat? Dit zal zeker bijdragen aan de betere wereld die we allemaal zo graag willen. Dat dacht ik ook. De vragen voor dit moment. Waarom ben je op 2 juni geboren? Omdat dat eerste vakantie Vincentdag is misschien? Waarom heb je zo'n kut e-mailadres? Kon je iets leukers bedenken, zoals mijn is? Nee, Laurens. De leuke e-mailadressen waren op... Erdepop. Hoe komt het dat niet alle kutten lekker zijn? En sommige zelfs downright disgusting. Nou, Laurens. Ik denk dat jij het hier hebt over het aroma... En de smaak van de kut, dat kan aan meerdere dingen liggen. Bijvoorbeeld de zuurtegraad of het zweetgehalte rondom de kut. Tevens kan het liggen aan wat de drager van de kut, ook wel robotstofzuiger genoemd, die dag gegeten heeft en hoe ze hem onderhoudt. Waarom kan je jezelf niet pijpen? Dat kan zeker wel. Hoe shot JR? Ik weet niet wie dat is. Waarom ben ik geen bloemetjesbehang? Nou, waarschijnlijk omdat je een droplul bent. En? Wat was er vlak voor de oerknal? Nou, Laurens, vlak voor de oerknal was er helemaal niks. Hè? Denk je dat ik godverdomme niks beters te doen heb dan al die stomme vragen van je? Heb je ook wat te vragen? Mail ze naar je moeder 43@rommel.com. Ik ben er voor je.